chords. It's a broken banjo bobbing on the dark infested sea. Onmiskenbaar, Leonard Cohen met een stukje van banjo van zijn laatste cd, Old Ideas. Vanavond en morgen treedt de 77-jarige zanger, want zo oud is hij al, op in een uitverkocht Olympisch stadion in Amsterdam. Henk Hofstreden, zanger van de Amsterdamse popgroep De Nits. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent fan, hè? Ja, ja, al heel lang. Al heel lang. En die laatste cd, Old Ideas, wat is uw gevoel daarover? Dat is niet mijn favoriete cd. Want? Ik heb altijd een soort gedroomde cd van Cohen. Die moet dan heel akoestisch zijn en heel mooi met gitaren en bouzoukis, zoals zijn live optreden zijn. En dat valt me hier een beetje tegen, maar ja, dat is een beetje gezeur natuurlijk. Ja, want, je bent een kenner, toch? Ik ben geen echte kenner, maar ik ben wel een groot fan van Cohen en ik... Hij ligt dicht bij mijn hart. En, ja, en ik wil dat hij dan een cd maakt die ik ook zo heel mooi vind. Maar ja, het is niet altijd zo. Maar het is niet erg. Lijkt zijn stem nou nog donkerder geworden, trouwens? Het valt wel mee. Hij heeft een periode gehad dat hij volgens mij nog dieper verdween. Dat je hem bijna niet meer hoorde. Ja. Ook met zijn live optredens. Maar hij is door de laatste tours, de laatste concerten, is hij volgens mij iets duidelijker weer gaan zingen. Dat viel me op. Dat hij misschien op de plaat, dat het wel heel, heel diep is. Maar als hij live speelt, dan is hij weer iets hoger gaan zingen. Hmm. Weer jonger gaan klinken. Nou, u gaat het vanavond horen. In het Olympisch Stadion in Amsterdam. En heeft hij muzikaal wel iets te melden? Want we begrijpen eigenlijk dat hij zijn comeback maakte in 2008 vanwege geldproblemen. Ja, dat is waar. Niet vanuit de drang muzikaal, textueel iets nieuws te melden. Ja, dat weet je bij Cohen natuurlijk nooit. Hij is iemand die ook 7 jaar verdwijnt en dan in een zendklooster gaat zitten. Dus hij is niet een... laten we zeggen, hij is niet een moderne artiest die zijn carrière helemaal perfect plant. Nee. En dat blijft, die onvoorspelbaarheid blijft in hem zitten. Maar het is waar dat hij had geldzorg en hij ging meer toeren. Maar dat heeft hij wel met verve gedaan. Hij heeft wel een geweldige band verzameld. En hij heeft weer opnieuw leren gitaar spelen. Op zijn prachtige manier, zijn tokkelen. En hij is eigenlijk beter geworden dan ooit. En dat is natuurlijk voor de fans en ook voor iedereen eigenlijk gewoon heel, heel bijzonder. En u kent hem ook een beetje. Wat is het voor man? Ik heb hem 1 keer ontmoet eind jaren 80 in een tv-studio. Ik vond het natuurlijk een heel... Ja, ik ben natuurlijk fan en dan vind je iemand natuurlijk altijd heel bijzonder. Maar ik vond het een hele een bijzondere man. Het is een charmante man. Hij is ook geestig. Hij is ook heel grillig in zijn... In zijn hele levenswandel. En dat vind ik heel bijzonder. Ja, dus u verwacht er nog veel van vanavond. Van zijn stem, maar dus ook van zijn tokkelen. Van alles. Van zijn hele band en zijn hele oeuvre. Hij heeft natuurlijk een geweldige oeuvre. Hij heeft geweldige songs geschreven. En het is altijd altijd heel spannend om naar zo'n concert te gaan. Van iemand die hij behoort toch wel tot de grote. Ik bedoel, naast Dylan enzovoort, Neil Young, staat Cohen ook daar. Goed. Henk Hofstede van De Nits, veel plezier vanavond. Ja,